Ik ga kamperen en ik neem mee de Mercedes Marco Polo. En dit zijn de 5 dingen die je daarover moet weten. Ja, de Marco Polo, dat is in de eerste plaats een V-klasse. En die V-klasse die is net gefacelift. Bij gevolg profiteert ook de Marco Polo van die updates. Mocht je je nu afvragen of je nu met een nieuwe Marco Polo dan wel met een oude van doen hebt, als dit britbeeld op je dashboard staat, dan is het de nieuwe. Er is niet 1 bed, maar 2. In principe kan je dus met 4 slapen in de Marco Polo. Nou, hou er wel rekening mee dat, hoewel dat de bedden 2 meter in de lengte zijn, dat ze maar 1,13 meter breed zijn. Ik zou het dan ook eerder bekijken als een zeer luxueuze en comfortabel stapelbed. Het coole aan de Marco Polo is dat je alle gemak van thuis in een compacte vorm geleverd krijgt. Dus, je hebt kasten, uiteraard zoals net gezegd een bed, je kan douchen, maar dat betekent natuurlijk dat ook de huishoudelijke taken meekomen, zoals koken en nadien afwassen. Nog trouwens deze kleine toptip. Gestel dat je de nieuwe Marco Polo zou bestellen, ving dan onmiddellijk ook die luchtvering aan. Want dan krijg je de leveling functie. Dan sta je op je kampeergrond mooi gelijk. Ook belangrijk om te weten, de Marco Polo dat blijft in eerste instantie een echte Mercedes. Omdat hij met dezelfde diesels komt, omdat hij even comfortabel rijdt als een Mercedes, maar bovenal omdat hij niet groter is dan 2 meter, waardoor je nog altijd mee in parkeergarages geraakt of in de carwash. Bedankt voor het kijken en als je meer info wil over de Marco Polo of een andere auto, autorit.be. Tot!